Yo mensen, Yarasky hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Random Clash Nuclear serie. Hier natuurlijk op mijn kanaal YaraskyGaming. In deze serie laat ik natuurlijk een website, een random clash voor me aanmaken. En met die clash proberen wij natuurlijk een nuclear te droppen. In de vorige aflevering heb ik de nuclear gehaald. Ik zal de link natuurlijk nog in de beschrijving zetten. En ik vroeg daar, jongens, willen jullie dat ik doorga met deze serie? En iedereen zei, ja Jan, ga door en probeer er gewoon meer te halen. Dus dat gaan we natuurlijk ook proberen. We gaan proberen meer nuclears te halen met een random clash. Dus ik laat mij heel snel de clash aanmaken en dan zien we meteen of het een normale clash wordt, een irritante clash wordt, een goede clash wordt, of gewoon één grote kak clash wordt. Dus generate, dan gaat hij laden en in één keer, bam! We hebben maar één perk, We hebben een M27 zonder attachments, met secondary ballistic knife en engineer als enige perk. Nou, ik weet niet wat dit gaat worden, maar we hebben echt maar één perk. En we hebben natuurlijk Scavanger die we altijd aan mogen hebben staan. Dan wordt het dus alleen engineer. En Scavanger, want die moeten we altijd aan hebben staan, anders komen we out of ammo te zitten. Dus dit is onze clash. Ik weet niet wat ik hiervan moet gaan denken, maar dit gaat best wel denk ik een grote ramp worden. Dus, we gaan heel snel een pukje joinen natuurlijk. Domination, 6 tegen 6. Ik zie jullie zo meteen wel weer als wij in de puk zitten, mensen. Dus tot zo. Alright boys. Zoals je ziet, zijn we in een potje gekomen. Het is Standoff Domination. En we gaan natuurlijk met de random clash spelen. We hebben serieus, ja, alleen engineer en Scavanger. Maar ja. Ja, en we hebben een ballistic knife. Oké. Maar wauw, dit gaat zo fout aflopen, jongen. Daar kan ik je nu in ieder geval van zeggen. We gaan natuurlijk wel ons best doen. Als we positief eindigen, dan vind ik het goed. Oud vrouwtje zit bij mij in het team. Nou, daar heb je niks aan. Maar we zitten er nog meer in het team. Dodo Draak is ook een Nederlander. Brian van Os is ook een Nederlander. Bij de enemy zitten nog twee. Yara, Youssef en De Kale 2000. Dat is allemaal Nederlands. Volgens mij zit een volledige Nederlandse lobby, joh. Alleen we hebben ook geen fucking attachments, man. Ja, je kan ik toch... Oké, dit gaat zo een ramp worden. Dit gaat serieus zo een ramp worden. Oké, oud vrouwtje, pak jij die vlag? Dan vind ik het goed. Dan heb je tenminste nog iets gedaan. De oude vrouwtjes doen meestal niet zo heel veel. Maar, ja, hoe de fuck ga ik dit doen? Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Zo, ik heb gewoon de triple kill gehaald. Holla, die. Ik voel me plots weer zo... Oei. Oké, ja, ik stop wel. Doe het nog een keer zo. Wow, yo, ik heb geen toughness, jongen. Wow, yo. Ik had ook in een andere aflevering had ik ook geen toughness. Heb ik volgens mij 25 keer toughness ingezegd in één aflevering. Het gaat erom, ik heb geen toughness. Dat begrijpen jullie zo ondertussen wel. Oké, ik wil even deze vlag pakken. Waarom? Dan heb ik 200 punten erbij, want ik moet voor die orbital. Hé, jongens, bedankt dat iemand me even helpt, man. Echt zo fijn gewoon. Daar ben ik ook zo blij mee dat iemand me even komt helpen, joh. Zo fijn hoor, teammates. Oh. Dank jullie wel voor alle hulp die jullie me bieden. Heeft er hier echt een Scavenger? Oh, chill. Oké, thanks. Daarom heb ik de Scavenger aanstaan, anders waren we nu out of ammo geweest. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Yo, lekker teammate, bijna, jongen. Ik blijf er even campen. Ik heb mijn orbital nodig, jongens. Iemand liet ook in de reacties achter. En dat vond ik echt een hele goede reactie. Die liet achter van Jan. Met deze serie speel je natuurlijk met slechte classes. Doordat je met slechte classes speelt, ga je tactischer spelen. Ga je slimmer spelen, omdat je natuurlijk die nuclear wil halen. En dat, die komt... Dat soort mensen vind ik zo irritant, jongen. En die comments, jongen, dat klopt ook wel. Want ik speel nu met kutclass. Ik heb geen toughness. Ik heb geen dexterity. Ik heb geen flagjacket. En ik moet dus ook op een slimme manier gaan nadenken. Ik moet op een slimme manier alsnog proberen die nuclear te halen. En je zal dus ook zien met deze serie, dat ik natuurlijk gewoon... slim probeert te spelen. En dit vind ik... Ik vind het zo retarded gewoon, man. Spelen 1 en spelen 2. En het enige waarmee ze me killen, allebei zijn met een C4, jongen. Ja, had ik nou mijn flagjacket gehad, hè, dan had ik er geen last van gehad. Maar ja, die heb ik niet, want ik heb een random clash in. Ik wil eigenlijk wel voor B pakken, want we hebben nu twee hoofdvlaggen. Dat is kut. Dus als de enemies nou voor A of C pakken en ik pak B, dan is dat weer... dat is dat probleem in ieder geval weer opgelost. Zo, ik weet niet hoe ik dit heb overleefd, maar dankjewel. Oké, de enemies pakken nu C, dat is goed, dat is goed. Ik heb hem nog wel eraf geknald, maar het is even de bedoeling dat ze een hoofdvlag pakken. Ik weet niet of ze dat echt goed afgaat. Teammate, wil je me alsjeblieft niet de hele tijd achtervolgen, want anders gaan we zo meteen allebei dood. vind het heel leuk, maar... Hij blijft me achtervolgen, jongen. Deze skills van mij, alsjeblieft. Achtervolgt hij me de hele tijd en probeert hij me ook nog eens de kill stealen, hè? Lekker bezig, man. Dan kijk ik weer in orbital. Stop met me te achtervolgen! Brian! Dat zou ik zeer op prijs stellen. Gewoon schieten voordat hij er is, want ik heb namelijk geen... geen perks ervoor om later pas te schieten. Ik moet hem meteen raken, anders ben ik de lul. Oh kut, oh kut, oh kut. Waarom, jongen? Oh. Ik had niet verwacht dat ze daardoor zouden spannen, man. Maar dat deden ze dus wel. Geen toughness! Ik zeg het nog een keer, want daardoor ging ik niet dood. En dan zijn we gecounterd. Shit, daar gaat mijn orbital. Daar gaat mijn orbital. Nou, kom dan, want ik weet dat ik daar zit. Oud vrouwtje, pak jij hem. Yo, hey, goed gedaan, oud vrouwtje. Ja, ik ben dood. Fuck. Die zag gewoon aankomen. Nice kill. Nice kill. Oké, we verliezen nu de C-vlag. Dan moet ik even naar boven rennen. Tjoek, tjoek. Ik ga hem even killen met ballistic knife. Fuck it. Die vond ik wel even leuk. Kom even naar boven dan. Dan kan ik je killen. Even hier blijven campen, want de ronde zit er bijna op. Ja, zie je. Hij zit. Boom. Kom dan. Ik... Daar kan ik niet tegen. Ik weet dat hij er zit. En ik weet dat op het moment dat ik erop afren dat ik dood ga. Ik weet dat op het moment dat ik hier blijf zitten ik de kill niet ga krijgen. Dus ja, weet je, nu heb ik gewoon gewacht. Ik heb gewoon simpelweg gewacht. Yo, man. Insta-killen zit er ook nog eens in. Ook een Yara. Zo, zo. 20-6 staan we. Nou, dat is gewoon een mooie score. Alleen, ja, 2 keer een orbital gehaald. Moeten we nog een keer doen. We hebben die orbital gewoon nodig. En ja, we kunnen misschien die nuclear nog wat droppen. Het gaat wel moeilijk worden in ieder geval. Dat sowieso. Maar, er is nog hoop. Want we hebben nog 5 minuten om te spelen, want we hebben pas 91 punten van de 200. Dus dat is goed. Oké, even kijken of ik dit een keer kan hitten, man. Ik heb dit ook nog nooit gehit. Even kijken of het een keertje gaat lukken. Ik heb nog nooit gehit. Misschien gaat het nu een keer raken. Ik heb ze gewoon random geschoten, want ik doe dat nooit. Maar als het een keer raakt gaat, zou ik het wel leuk vinden. Ja, natuurlijk. Jullie kennen me. Dat soort dingen raak ik nooit. Dus ja, vandaag... Hey, teammate! Als je nou niet de hele tijd achter me aan wil rennen, alsjeblieft. Lalalala. Stop! Oh, nu komt de volgende achter me aan. Is de eerste gestopt, komt de volgende. Ah, fuck. Ah, hij komt niet. Oh, jawel, fuck, ik schoot te vroeg. Ik zit nu te kutten met de ballistic knife, maar dat moet ik niet doen. Oké, oké. Concentratie. Ah, geen toughness. Ah. Kan ik dit nou een keer hitten? Kom op. 1 keer gewoon. Gewoon 1 keer. Maakt me niet uit hoe ik hem hit, als ik hem maar hit. Ja, oké, yo. Wat een poepert, jongen. Wat een fucking stinker. Enemy down. Changing. Geen toughness, yo tanks. En ook geen stok, anders was ik er alweer veel eerder. Ah, zo moeilijk soms, jongen, met een andere class te spelen. We beginnen nog wel goed, maar ik heb die orbital... Oké, nu zijn we gecounterd, fuck. Snel rennen, snel rennen. Verkeerde timing was dat, maar oké, ik heb het overleefd. Zit daar ook nog een bovenin, man. Ja, zwarma ook nog. Er stond er eentje achter de kist, eentje in het raampje en eentje zwarma. Oftewel 3 kanten werd ik beschoten. Dan kan ik dit gewoon niet een keer hitten. Gewoon 1 keer. Oh, hallo teammate. Kiekeboe. What the fuck? Ik weet niet waar die vent vandaan kwam, maar dankjewel voor de kill. Auw. Poepsie voor. Even zonder grap, hè. Als wij die B-vlag niet pakken, dan verliezen we ook nog eens. Er loopt er gewoon een 1-0 span. Hij zit hier, man. kutcamper. Ga weg. Ja, we moeten B hebben, man. Of, ja, of een andere vlag. Maakt niet uit welke vlag we hebben, maar we hebben er sowieso één nodig. Kom naar binnen, kom naar binnen, kom naar binnen, kom naar binnen. Kom naar binnen, gewoon naar binnen, gewoon naar binnen, gewoon naar binnen. Hij gaat via boven. Ah, fucking hell. Ik had niet verwacht dat hij er al was. Ik dacht dat hij net pas omhoog klom, maar volgens mij klom er nog een naar boven. Ja, Skirring B, doe het. Want ik kan hem niet pakken, want ik heb geen flag jacket. Ah, hij is al dood. Ah, wat een lul. Kom, we pakken hem gewoon, kom. Oké, doe maar niet. We staan nu achter. Ik ga nu gewoon voor de win. Fuck dit ook. Ik ga die nuclear toch niet meer halen. Hoe kan ik dit potje winnen zonder flag jacket? Het antwoord, ja, zonder dat mensen fucking om me schieten. Kom, volg me allemaal, nou kom. Er zit er eentje achter ons, die moet je knallen. Oké, die heb je dus niet. Hey, dankjewel voor de hulp, hè, teammate. Fucking dildo. Nu hebben we nog verloren ook, hè. Die is force, jongen, echt waar. We hebben nog... Ja. Ah, niemand pakt meer vlaggen, man. Niemand probeert het meer. Ah, kak. We hadden nog kunnen winnen. Nu niet meer. We hebben nog 30 seconden. Nou, dit is 6 punten. Dan kunnen we 6 punten inlopen. We hebben er 12 nodig. Oftewel, we kunnen het niet meer halen. Jammer. Ja, en ik... Ah, fucking hell. Klaar. Yo, kut einde. Dankjewel. Ah, de poepzooi, man. We hadden serieus nog kunnen winnen. We hadden serieus nog kunnen winnen, man. Ik probeerde nog een vlag te pakken, maar dat lukte niet. Nou, ik ga nog even hier campen dan. Misschien kan ik nog een leuke kill pakken. Komt er nog iemand in de laatste 5 seconden? Kom op. Dat doe je wel, toch? Ga lekker campen in de laatste... Oké, yo. Oké. Ik stond te campen, zij stond te campen. Dus er zaten 2 man voor, maar die durfde niet. We hebben verloren. Ik heb mijn best gedaan om nog te winnen. Ik heb mijn best gedaan om in de nuclear te droppen. We hebben wel 2 keer een Orbital Visit gehaald. Ik had zelfs dat niet verwacht, want we hadden nu echt gewoon een kutclass. Maar het was wel weer een leuke aflevering, hoop ik. Dus mocht je nou een grote ramp natuurlijk sowieso kijken op like, op deel mij enorm. En hoop ik jullie natuurlijk ook weer te zien bij een andere video. Of bij de volgende aflevering. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Eindscore is 57 om 19. Of 37 om 19. Oh shit, sorry. Bye bye. Dus als een kill net van 1.98. 97. Zoiets. Bye bye, mensen.